Er zijn zoveel dingen aan de hand in Nederland. Het kabinet gaat toch wel vallen. We zijn hier in Veenendaal op het plattelandsdebat. Dat is net afgelopen. Er zaten zo'n 700 boeren in de zaal en die keken naar een debat van verschillende politici. Onder andere Tjeerd de Groot van D66, maar ook Caroline van der Plas van BBB. En de gemoederen liepen soms hoog op. Welkom op het Nationaal Plattelandsdebat. Er zijn zoveel dingen aan de hand in Nederland, het kabinet gaat toch wel vallen. En dan kun je beter zeggen tegen deze boeren dan aan wij doen. Wij moeten als de Biedenweerga, als volwassen mensen, dit gaan regelen. Ik weet niet wie hier het eerder wordt gehalveerd, de veestapel of D66. Mijn ouders moeten blijven wonen. Geef gewoon eens eerlijk antwoord. Nou Bart, wat vond je ervan? Jullie hebben het georganiseerd. Denk je dat mensen hier in dezelfde boeren wijzer zijn geworden vandaag? Nou, in zoverre dat een aantal partijen wel duidelijk durven zijn, maar een aantal partijen blijven toch echt wel hangen in vaagheden. Dus als je voor zekerheid gaat, dan weet je op wie je moet stemmen. En als je partijen nog de voordeel van twijfel geeft, ja, dan is er wat meer keus. Ik vond het erg tegenvallen, want ze zeggen wat je horen wil en wat je al verwacht van tevoren. Dus. Wat ik een beetje vind is dat je heel veel ziet dat politici heel mooi kunnen praten. Maar wat ze vergeten zijn is om te besturen. Ze geven gewoon de antwoorden waardoor ze dus populair zijn bij de boeren of bij welke persoon dan ook. Ze willen gewoon alleen maar de stem. En ze zeggen nu dingen die wij willen horen. En als het eenmaal zover is, dan gooien ze toch alles overboord. Hol van Leeuw, wat vond je ervan? Nou, ik vond het een heel constructief en positief debat eigenlijk. En ik heb ook de oproep gedaan om in ieder geval te gaan stemmen op 15 maart. En want dit zijn denk ik de belangrijkste verkiezingen ooit. Want het gaat om je leefomgeving. We leven in een wereld die, waar we oorlog hebben. Dan is het heel erg van... Ga rustig door. Ik vind het niet zo grappig. Wat was er een raar lachmoment met toen het over oorlog ging en toen werd er gezegd we zijn in oorlog. Weet je wat er aan de hand was? Nee, ik begreep dat niet helemaal. Want ja, we zijn in oorlog misschien met Oekraïne. Hè, of tenminste, Oekraïne wordt nu aangevallen. En dat heeft natuurlijk enorm veel gevolgen voor hoe we in de wereld met elkaar omgaan. En daarom vindt D66 het belangrijk om ook handelsakkoorden te sluiten. En dit ging over een handelsakkoord met ja, Canada. Dat is een ander beschaafd land. En laten we vooral zorgen dat we met elkaar ook handel drijven. Daar zijn we altijd beter van geworden. Ja, mooie avond. Maar ja, het is politiek, hè? Het is maar afvragen wat voor kant het op gaat. Is het voor jou duidelijker geworden? Nou, voor mij was het al wel redelijk duidelijk. De partijen die in de coalitie zitten, die in zo'n debat verschuiven ze nogal. En ik vraag me af of ze in de werkelijkheid, of ze dan, dus ze hebben een programma. En als ze eenmaal gekozen zijn, of dat in de werkelijkheid de inzet is. Daar heb ik altijd mijn vraagtekens bij. Want je liep met een poster van GroenLinks. Is dat de partij waar je op gaat stemmen? Nee, maar ik dacht bij mijn eigen van, het is een hele mooie boodschap natuurlijk. Van, wij willen je helpen gaan vergroenen. Maar waarom zou ik gaan vergroenen nu, als ik de rode door ga staan? Wat is jouw mening? Waar ga jij op stemmen? Want dan had je je mening nog niet klaar. Ik zat eigenlijk een beetje te twijfelen tussen jaar 21 en BBB. Ik ben dit jaar voor het eerst 18 geworden, dus ik mag stemmen en ik heb daar echt veel moeite in gestopt en veel energie om te kijken welke partij past het beste bij mij. En ik heb hier zeker deze avond echt mijn serieuze keuze gemaakt dat ik op BBB ga stemmen. Wist je al welke partij je ging stemmen? Nee, nog steeds niet. Nee, erg onduidelijk. Oké, dat is perfect. Ik weet wel waar ik niet op stem. Op de vier partijen van de regering stem ik dus absoluut niet. Wat verwacht u van 15 maart? Nou, dat het een aardschok komt. En ja, elke partij die heeft daarbij een bijdrage. En ik denk dat BBB dat zal doen op het platteland. En wij zullen dat doen in de meer stedelijke gebieden. Ga je zaterdag naar de protestactie? Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Waarom niet? Ja, ik heb er niet 1, 2, 3 wat mee. We hebben natuurlijk 22 juni hier in het landelijk gebied een actie gehad. Maar ik heb er ook niks op tegen. Dus iedereen moet zelf weten wat hij doet. Ik ga morgen niet naar het boerenprotest. Waarom niet? Omdat het morgen mooi weer is. Ik ga morgen fietsen. Dus dat lijkt me belangrijker. Ja? Ik ben ook niet zo van protesteren. Ik denk dat we met elkaar moeten gewoon blijven praten. Dat is beter als protesteren. En dat moeten politici ook doen. Politici moeten het probleem opgelossen. Stoppen met praten, oplossen.